Eco-anarchistische ideeën over voedselvoorziening door Marius de Geus. De onderwerpen voedselvoorziening en landbouw hebben vanaf het allereerste begin bij de anarchistische beweging in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Al bij Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin. En Peter Kropotkin zijn waardevolle inzichten te vinden over de wenselijke organisatie van de voedselsector. Een van hun centrale doelen was om voedsel te korten en honger van de burgers te voorkomen, en zorg te dragen voor een efficiënte voedselproductie. Vanuit de principes van kleinschaligheid, decentralisatie en lokale autonomie hebben vervolgens moderne anarchistische denkers als Murray Bookchin en Kirkpatrick Sale een gedetailleerde uitwerking gegeven aan de zogenaamde eco-anarchistische benadering. Ik zal in deze bijdrage eerst stilstaan bij de algemeen historische achtergronden van het libertaire denken over dit onderwerp. Vervolgens zal ik aandacht besteden aan de recentere eco-anarchistische ideeën. Wat kunnen wij van deze denkbeelden opsteken met het oog op een toekomstige, doelmatige en ecologisch verantwoorde voedselvoorziening? Van de grondleggers van het anarchisme heeft in het bijzonder Peter Kropotkin zich uitgebreid bezig gehouden met de toekomst van de maatschappelijke voedselvoorziening en de land- en tuinbouw. In zijn Fields, Factories and Workshops en The Conquest of Bread ontwikkelde Kropotkin verschillende inspirerende gedachten over deze onderwerpen. Zijn grootste zorg was om de toenmalige ernstige armoede en acute voedseltekorten van de bevolking uit de wereld te helpen. Door de uitwassen van het privé-eigendom en de extreme sociale ongelijkheid door het kapitalistisch productiestelsel waren vele burgers in het 19e en begin 20e eeuw niet of nauwelijks in staat om in het eigen levensonderhoud te voorzien en hun gezin te voeden. In The Conquest of Bread analyseerde Kropotkin de kapitalistische economische en sociale verhoudingen. Het systeem van privé-eigendom van de productiemiddelen leidde volgens hem tot een ongehoorde rijkdom van een kleine groep. Tegelijkertijd bracht het kapitalistische systeem ernstige vormen van uitbuiting en armoede voor de massa voort, en was het de oorzaak van grote sociale verschillen. Deze situatie viel, naar Kropotkins idee, op geen enkele manier te rechtvaardigen. De bezittingen van de mensheid waren volgens hem het resultaat van de inspanningen en het werk van vele generaties. Feitelijk was niemand in staat om zijn of haar concrete bijdrage aan de rijkdom van de wereld aan te geven. Op basis van deze constatering pleitte Kropotkin in zijn geschriften voor de collectivisering van de productiemiddelen, inclusief de boerderijen en de grond. Dit zou in zijn visie een einde maken aan de uitbuiting van de arbeid. Aangezien zowel de productiemiddelen. Als de geproduceerde voedingsmiddelen en goederen gemeenschappelijk eigendom van alle burgers zouden worden. De wenkende toekomst die hij verzag wees in de richting van een volledig gedecentraliseerd systeem van economisch onafhankelijke regio's op basis van kleine, overzichtelijke en ecologisch verantwoorde agrarisch-industriële gemeenschappen. Op deze wijze zou men dicht bij de natuur staan en zou het voor de burgers relatief kort en aangenaam werken zijn. Door het toepassen van de meest moderne productietechnieken in de industrie en landbouw zouden deze lokale eenheden de productie van goederen- en landbouwproducten in hoge mate opvoeren en de regio zelfvoorzienend maken. Deze fundamentele decentralisatie van de economie zou een einde maken aan de in die tijd nijpende tekorten op het gebied van de voedsel- en goederenproductie. Ecosystemen. Ook bij Murray Bookchin zijn fascinerende denkbeelden te vinden over de algemene voedselvoorziening en de landbouw, veeteelt en tuinbouw. Het uitgangspunt van zijn analyses is dat natuurlijke ecosystemen niet op piramides lijken, maar op voedselketens. Ecosystemen zijn non-hierarchisch geordend en berusten, zoals Kropotkin al eerder stelde, niet op onderlinge strijd, maar op vormen van onderlinge samenwerking. Dit leidt er volgens Bookchin toe dat de mens voortaan moet streven naar het behoud van ecologische diversiteit. Natuurlijke spontaniteit en non-hierarchische systemen van het politieke en economische systeem. Ook dienen de land- en tuinbouw, de stedelijke gebieden en de gebruikte technologieën zich aan te passen aan de natuurlijke eisen die worden gesteld door de betrokken regio en de daarbestaande ecosystemen. Verhelderende schetsen van zijn ecologische toekomstbeeld geeft Boetjen onder andere in Post-Carsity Anarchism, Towards an Ecological Society en het laatste hoofdstuk van The Ecology of Freedom. De meest complete schets geeft hij echter in Remaking Society. Een compact boek waarin hij zijn ideeën op een overzichtelijke wijze voor een breed publiek weet samen te vatten. In een ecologische maatschappij wordt aan de basisbehoeften van de mens voldaan door toepassing van biologische landbouw, veeteelt en tuinbouw. De bewoners bewerken, zonder de hulp van chemicaliën, een stuk grond en telen zelf de benodigde groenten, fruit en granen. Dit brengt hen in contact met de natuur. En zorgt bovendien voor de noodzakelijke lichamelijke inspanning. Het produceren van voedsel wordt hierdoor weer een gezonde activiteit die mensen regelmatig verrichten. Het gebruik van zonne-energie krijgt bij hem de voorkeur. Zonne-energie is ruim beschikbaar voor iedereen en is ecologisch verantwoord, omdat het gaat om een telkens hernieuwbare energiebron. Bovendien maakt zonne-energie zowel de zon als het wissende klimaat weer veel meer tastbaar voor de mens. Maar ook wordt in zijn model consequent gebruik gemaakt van windenergie. Het bewust aanhouden van gemengde bedrijven, compostering en het telkens opnieuw hergebruiken van grondstoffen en materialen. Als basiseenheid van zijn ideale maatschappij ziet hij de kleinschalige commune die is opgezet in overeenstemming met het ecosysteem en de bioregio waarin zij is gelegen. De communes maken gebruik van de ter plaatse beschikbare hulpbronnen, zoals gezegd zonne-, wind- of waterenergie, en zijn onderdeel van een overkoepelende confederatie. Bij deze communes dient volgens hem ook het eigendom van de productiemiddelen te liggen. Anders dan bijvoorbeeld Kropotkin wijst Boekje een algehele nationalisatie van grond en industrie af, wegens het gevaar van het ontstaan van parasitaire bureaucratische organisaties. De besluitvorming over de agrarische en industriële productie geschiet door de verzamelde burgers in collectieve communevergaderingen, waardoor het klassieke ideaal van participerend burgerschap weer nieuw leven wordt ingeblazen. Bioregionalisme. Vergelijkbare denkbeelden zijn te vinden bij Kirkpatrick Sale, de bedenker van het zogenaamde bioregionalisme. Net als bij Murray Bookchin wordt in het denken van Seale uitgegaan van een fundamentele houding van respect tegenover de natuur. In het denken van beide auteurs wordt een antropocentrische visie, de mens als heerser over de natuur, principieel afgewezen. Zowel Bookchin als Sale beschouwen de mens veel eerder als een gelijkwaardige partner van de natuur en als onderdeel van die veelomvattende natuur. Daar komt nog bij dat zowel Boekje als Seel tot de opmerkelijke conclusie komen dat op stelselmatige wijze voortaan ecologische uitgangspunten het samenleven en samenwerken van de mens dienen te bepalen. In het bovengenoemde bioregionalisme van Seel komt dit aspect op verschillende vlakken tot uitdrukking. Startpunt zijn bij hem de bestaande ecosystemen in een bepaalde regio, zoals rivieren, meren, bergruggen, heuvellandschappen en dergelijke met inbegrip van de daarbij horende flora en fauna. Bescherming en handhaving van deze geleidelijk gegroeide ecosystemen staat voor hem voorop. Als regel geldt dat het menselijk leven en werken, inclusief de voedselproductie en de algemene omgang met de natuur, zich hieraan moeten aanpassen. De bioregio's kunnen groter of kleiner zijn, variërend van 5000 vierkante kilometer tot 500.000 vierkante kilometer. Menselijke gemeenschappen variëren van kleine dorpen, 500.000 inwoners, tot uitgebreidere gemeenschappen, 5000 tot 10.000 inwoners. Noord-Amerika zal ongeveer 40 van de grotere ecoregio's omvatten. Seal beschouwt de verdeling van indianenstammen over Noord-Amerika als feitelijk overeenkomend met bioregionale principes. Het ideaal is dat mensen in deze gemeenschappen nauw verbonden leven, invoelen, denken en handelen met de natuur en de gegeven mogelijkheden van hun leefgebied en vanuit een houding van diep respect voor alle leven daar. Zelfvoorziening en het verbouwen van lokaal geproduceerde producten worden hier gesteld tegenover het kapitalistische ideaal van schaalvergroting, verruiming van de wereldmarkt en vervoer over grote afstanden van hulpbronnen en goederen. In salesbenadering is een einde gemaakt aan de dictatuur van het winststreven en de uitbuiting van de natuur om er zelf beter van te kunnen worden. Verdwenen zijn het particuliere eigendom van de productiemiddelen en de loonarbeid. De door hem voorgestelde bioregio's zijn zonder uitzondering anarchistisch georganiseerd. Er is dan ook sprake van een actieve participatie van de bevolking in de politieke en de economische besluitvorming. Deze bioregio's bezitten lokale autonomie en zijn in alle gevallen zelfbesturend. Wel bestaan er vormen van regionale samenwerking en besluitvorming om aangelegenheden te regelen, zoals grensoverschrijdende milieuvervuiling, de spreiding van de bevolking over stad en platteland en de onderlinge afstemming van lokaal uitgevoerd beleid. Met behulp van confederaties van deze ecologische gemeenschappen wil Seel verhinderen dat het bestuur om te lange duur bureaucratische en sterk overheersende trekken krijgt. Hij streeft ernaar om geen vaste hiërarchische verbanden te creëren en te voorkomen dat er een aparte managerselite met eigen belangen kan ontstaan. De macht moet stelselmatig in handen van de actief deelnemende burgers blijven. Een bij Seel voortdurend terugkerend punt is dat de genoemde ecologische gemeenschappen de basis dienen te vormen en dat de confederale bestuursvormen geen bestuursmacht. Van bovenaf mogen uitoefenen. Maar het meest kenmerkende en sturende principe van zijn vernieuwende theorie is dat de ecologische gemeenschappen volkomen geïntegreerd dienen te zijn in de bestaande ecosystemen en landschappen. In werkelijk alle opzichten wonen, werken, recreëren, energievoorziening enzovoort dienen zij zo optimaal mogelijk afgestemd te zijn op de natuurlijke leefomgeving en het landschap waarin zij liggen. Trends het inspirerende ideaal van een ecologisch duurzame, bioregionale oplossing uitgaande van kleinschaligheid, decentralisatie en lokale autonomie lijkt in de 21ste eeuw verder verwijderd dan ooit. Er hebben zich de afgelopen eeuw verschillende ongunstige ontwikkelingen voorgedaan, die er de oorzaak van zijn dat het bioregionalisme en de opkomst van ecogemeenschappen zijn tegengewerkt. Laat ik deze trends kort bespreken. Om te beginnen is de tendens naar globalisering de laatste jaren steeds krachtiger geworden. In plaats van te streven naar een systeem van voedsel- en goederenproductie dat op ecologisch verantwoorde wijze is ingepast in bestaande bioregio's, is de dominante trend dat de gehele wereld tot één anoniem, grootschalig en onoverzichtelijk economisch systeem is geworden. De wereldmarkt regeert. In de huidige wereldeconomie hebben vooral de grote multinationale ondernemingen het voor het zeggen. Ten gevolge hiervan zijn in zowel het rijke noorden als in het arme zuiden, maar daar nog veel ernstiger, aantasting van de natuur, vermindering van de biodiversiteit, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en uitbuiting van mensen aan de orde van de dag. Veel dier- en plantsoorten hebben in het zuiden te lijden onder het verdwijnen van grote stukken tropisch regenwoud. De oorzaak van de houtkap is te vinden in de hoge geldwaarde van de bomen, maar ook in de zoektocht naar nieuwe, uitgebreide landbouwgronden voor palmboomplantages. En vooral de productie van veevoer. De geoogste mais, soja en andere grondstoffen worden vervolgens over grote afstanden vervoerd naar rijke westerse landen als de Verenigde Staten, Canada en Nederland voor de vee- en vleesindustrie. Zo wordt een steeds groter deel van de beschikbare landbouwgrond gebruikt voor de bijzonder inefficiënte productie van vlees. Deze globalisering van de voedselproductie staat feitelijk haaks op de anarchistische idealen van kleinschaligheid, milieuvriendelijke zelfvoorziening. En lokale samenwerking. Steeds grotere stromen van natuurlijke hulpbronnen, voedingsstoffen en ook eindproducten worden over de hele aardbol getransporteerd. Goedkope mais en soja wordt uit Zuid-Amerika ingevoerd. Sportschoenen komen uit Indonesië of Taiwan. Elektronica wordt vervaardigd in Korea en China. De lage lokale loonkosten en relatief lage prijzen voor ruwe grondstoffen blijken systematisch de doorslag te geven voor zowel producenten als consumenten. Het uitbesteden van allerlei taken en productieprocessen heeft een steeds grotere vlucht genomen, waardoor ter plaatse de stabiliteit van vaak kwetsbare ecosystemen en natuurgebieden in het gedrang komt. Daar komt in het geval van de voedselvoorziening bij dat lokale kleinschalige boeren het steeds vaker afleggen tegen grootschalige bedrijven. De traditionele, vaak familiegebonden landbouw dreigt te worden weggevaard door steeds grotere landbouw- en veeteeltondernemingen. Deze hiërarchisch georganiseerde bedrijven. Kopen grote landerijen op en proberen met behulp van een bedrijfsmatige aanpak en de toepassing van moderne technologie de productiviteit en uiteraard de winst te maximaliseren. Waar vroeger families van boeren en tuinders over het algemeen aan de basis stonden van onze voedselvoorziening, zien we nu steeds meer het ontstaan van vormen van ondernemerslandbouw. Binnen dit type agro industriële voedselproductie is de aandacht minder gericht op een verantwoorde omgang met natuur en milieu. Er wordt over het algemeen meer kunstmest gebruikt en er bestaat een duidelijke voorkeur voor ziektegevoelige monoculturen die alleen kunnen floreren met behulp van grote hoeveelheden chemische bestrijdingsmiddelen. Een andere negatieve trend is de opkomst van zogenaamde voedselimperia. In de analyse van de Wageningse hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg is door de zegetocht van het neoliberalisme een groot aantal nieuwe voedselimperia ontstaan. Dit zijn wereldwijd opererende netwerken die in toenemende mate de productie, verwerking, distributie en consumptie van voedsel controleren. Deze grootschalige ondernemingen, zoals onder andere supermarkten als Tesco en Sainsbury in groot-Brittannië en Albertijn in ons eigen land, beheersen doorgaans de gehele productieketen van ons voedsel. Deze machtige bedrijven hebben de laatste decennia sterk aan invloed gewonnen en kunnen gebruik maken van een feitelijke monopoliepositie door vergaande controle uit te oefenen over de productie van bepaalde grondstoffen, het verhandelen van deze stoffen. En de verkoop aan de consument via de eigen knalen, worden deze bedrijven steeds machtiger. Tot voor kort was de voedselvoorziening op veel plaatsen in de wereld publiek domein. Een eindeloos veel kleine producenten en een regulerende overheid. Dit publieke domein is het afgelopen decennium razendsnel geprivatiseerd. De voedselvoorziening is nu een speelveld van nieuwe imperia die, als het nodig is, de markt met extra economische macht naar hun hand kunnen zetten. Alternatieven hoe wordt in de beleidskringen van Den Haag aangekeken tegen de toekomst van ecologisch duurzame en doelmatige voedselproductie? Een geschikt startpunt voor een analyse wordt gevormd door het in vele opzichten richtinggevende Nationaal Milieubeleidsplan 4, in wereld en een wil, uit 2001. In het zevende hoofdstuk van dit in full color uitgevoerde en invloedrijke plan worden drie mogelijke verschijningsvormen van een duurzame ontwikkeling op dit gebied geschetst. Type 1 Grootschalig en extensief. Hierbij gaat het om de grootschalige productie van voedingsmiddelen die leidt tot veel ruimtebeslag. Vanwege natuur en milieu wordt hier over het algemeen gewerkt met minder intensieve vormen van landbouw, veeteelt en tuinbouw. In dit type kan volgens de beleidsmakers een gegarandeerde kwaliteit voor de wereldmarkt worden geleverd en blijven er desondanks toch voldoende mogelijkheden bestaan voor natuurontwikkeling, in het bijzonder in de meer laagliggende gebieden van Nederland. Type 2. Kleinschalig en extensief. In dit geval betreft het vooral de biologische landbouw, veeteelt en tuinbouw. Kleinschalige, groene boeren hebben hier de zorg gekregen voor natuur- en landschapsbeheer. Het vee kan in dit geval net als vroeger vrijelijk buiten in de weide schazen. Er wordt in dit alternatief sterker rekening gehouden met aspecten van ecologie, natuur en landschap. De natuur zal de kans krijgen om wilder en spannender te worden en zal meer betekenis krijgen voor de actieve recreatie van de burgers. Wel zullen milieuproblemen zoals de uitstoot van methaan, ammoniak en mestgeur in dit type lastig te beheersen zijn, omdat de vee niet het hele jaar in stallen is ondergebracht. Type 3: High-tech. Bij dit type wordt op grote schaal moderne technologie ingezet en verder ontwikkeld. Er worden bijvoorbeeld zogenaamde agroproductieparken ingezet. Denk ook aan de discussies over varkens- en koeienflats. En door precisielandbouw wordt geprobeerd de druk op natuur en milieu te beperken. Er is hier duidelijk minder vee buiten te vinden. De gemoderniseerde stallen vormen een omgeving die voorzien kan worden van luchtzuiveringsinstallaties en de opvang van het broeikasgas methaan. De verscheidenheid van de natuur kan in dit type volgens de opstellers van het rapport goed worden bewaakt en ze stellen het volgende: deze vorm van landbouw is verenigbaar. Met de benodigde milieukwaliteit van natuur en landschap. En ook de druk op het milieu vanuit de landbouw wordt met name geminimaliseerd met behulp van technologische middelen. Na het bestuderen van deze en andere richtinggevende plannen wordt al snel duidelijk dat de beleidsmakers bitter weinig voelen voor het type 2-oplossing van kleinschaligheid, biologisch landbouw, veeteelt en tuinbouw. Dit model zou weliswaar leiden tot een buitengewoon milieuvriendelijk, maar ook zeer extensief gebruik van de grond. Bij de types 1 en 3 wordt zonder enige argumentatie beweerd dat zij in theorie en praktijk voldoende ruimte zouden bieden voor natuurontwikkeling, reductie van emissies en bescherming van het milieu. Ook wordt in het Nationaal Milieubeleidsplan 4, zonder deugdelijke redenering, volgehouden dat bij toepassing van het type 2 een aantal milieuknelpunten niet goed op te lossen zou zijn. Dit probleem zou volgens de opstellers worden veroorzaakt door het feit dat dit model te weinig gericht zou zijn op modern technologische oplossingen. Landbouwlobby. Wanneer men kijkt naar het volledige gebrek aan fantasie en visie van de Nederlandse overheid op het gebied van de toekomstige voedselproductie, kan een gevoel van ernstige teleurstelling niet worden onderdrukt. Een van de verklaringen voor dit gebrek aan visie heeft te maken met de dominantie van een sterke landbouwlobby in Den Haag en Brussel. Wat ook meespeelt, is het feit dat het CDA, met haar traditionele achterban, al decennia een belangrijke speelfunctie vervult binnen de Nederlandse politiek. Hierdoor lijken de kansen voor de invoering van een veelbelovend alternatief model van voedselproductie en landbouw in ons land niet bijster hoopgevend. Deze gang van zaken valt zeer te betreuren, omdat relatief eenvoudig kan worden ingezien dat kleinschaligheid, decentralisatie en lokale autonomie de meest veelbelovende uitgangspunten bieden voor een ecologisch duurzame landbouw en veeteelt en een levensvatbare, gezonde tuinbouw. De beleidsmakers blijken echter consequent de oplossing te zoeken. In de tegenovergestelde richting. De dominantie van het denken in termen van grootschalig, intensief, hoogtechnologisch en winstmaximaliserend is verontrustend te noemen. De tot in alle uithoeken doorgedrongen harde vereisten van de wereldeconomie en de opkomst van de al eerder genoemde gigantische voedselimperia hebben geleid tot maatschappelijke apathie en ideeloosheid. De belangen van de wereldmarkt en van de omsluitende netwerken van internationaal opererende ondernemingen, die de productie, verwerking, distributie, en ook de verkoop van voedingsmiddelen dicteren, spelen hier ongetwijfeld een bepalende rol. Al met al is het ontnuchterend om te moeten constateren dat de kapitalistische economie en het neoliberale globaliseringsdenken op dit moment nog altijd zo openmachtig zijn. Hun ideologische macht en culturele invloed lijken zodanig dat de kansen voor het realiseren van sociaal rechtvaardige, natuur-, mens- en diervriendelijke voedselvoorziening vooralsnog beperkt lijken. Tot op heden heeft het principe dat de ecologische wetmatigheden van een regio de inrichting en organisatie van de landbouw, veeteelt en tuinbouw dienen te bepalen, onvoldoende gehoor en maatschappelijke steun gekregen. Het inzicht van libertaire denkers als Peter Kropotkin, Murray Bookchin en Kirkpatrick Sale dat kleinschaligheid, decentralisatie en menselijke mate voorkeur verdienen in het economische, maatschappelijke en politieke leven, heeft echter niet aan relevantie en waarde ingeboet. Het ligt voor de hand dat wij als burgers direct contact dienen te houden met de natuur en keer op keer leren om rekening te houden met de grenzen die gesteld worden door de natuurlijke leefomgeving. Het is naar mijn idee maatschappelijk onaanvaardbaar dat tot nu toe het winststreven van particulieren, het gedachteloos kiezen voor globalisering van de productie en de harde economische belangen van de nieuwe voedselimperia de op den duur onvermijdelijke overgang naar een ecologisch duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening hebben gedwarsboomd. Dit was Eco-Anarchistische Ideeën over Voedselvoorziening door Marius de Geus. Heb je interesse in anarchisme? Zoek je een anarchistisch netwerk? Kijk dan eens op www.vrijbond.org. Zoek je linkse boeken? Kijk dan eens op shaco.nl.